Jammer, alles om de expeditie te gaan opzetten. Op een paar kleine dingen aan. Vond je een beetje lawaai, hè? Oké, heb ons van jou, ja, dan Janse. Allez-y, monsieur. Venez, quelque chose maintenant. Donnez. Merci beaucoup. Afgelopen kunnen zijn nu hier al in het kamp van het WWF. Een olifant er is. Laten we gaan kijken. Kom, Bas, schiet op. Bas, wat denk je? Schiet op. Dit is de kans. Je suis Boskamp, je suis le chef de l'entreprise Boskamp et Frères. Nous sommes ici en train de construire le camp de base pour le projet WWF Mikebe. Merci. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Oké. Okay. Beaucoup de travail, hein? Oké. Bon travail. Au revoir. Marie, le nom de Marie? Marie. Marie, et toi? Evelyne. Et Marie et Evelyne. On a pour la moitié. Dit is de afvaart vanuit het WWF kamp. Ik ga niet meer mee, ik ben zat. Vandaag wordt er de Nuna opgevaren tot aan Masoko. We zitten nu op de Nuna, dag 3 van de expeditie. Over het algemeen gaat het redelijk easy, maar af en toe is het echt knap tricky. Als die kijk, dat bedoel ik.
net een boom tegen die gewoon dwars over de rivier lag. En we kijken nou of waar we nou doorheen gaan, of dat misschien een omweg is om een eiland met hetzelfde als de zijarm die gewoon nergens toe leidt. Ja. Ja. Oké. Okay. Dus misschien maken we kans hier. Ja, het is niet een, een tochtje langs de Rijn hier. Allemaal knap tricky. Een motor kunnen we ook niet gebruiken, het is gewoon te ondiep. Dus het is gewoon vet peddelen geblazen. Ja, ja, het gaat lukken. Het gaat lukken. Bukken. Oppassen op de shop. Poelen bagage. Dit gaat lukken. Oh lala. Oh. Oh, ja, ja. Oké. Doorheen gekomen door het obstakel uiteindelijk, maar er is wel een probleempje met de motor nou, want de stuurhendel is de eerste keer dat we echt kamp gaan opmaken en we zullen zo eens kijken hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Nou, ik zal even wat zijn ophangen. Even rak met de machette en hier ligt de oogst waar het zo meteen mee gaat gebeuren. Nou, het kamp van de eerste, of eigenlijk de derde expeditiedag, maar de eerste echte, die we wat zelf zeilen, is voor elkaar. En de jongens zijn aan het koken, alleen... Goed, hè? Zo fijn, zo. Heb je zei, hè? Uiteindelijk de 13 oosterlengte zijn we net over. Dat betekent dat we ja, gewoon nu echt op de helft zitten van de route zoals we gisteren de kaart hebben uitgevogeld. Dus de GPS geeft op dit moment dus 13.00 aan. Nou, ik zit op een benzinetank en mijn hele reet is nu benzine. Dus geen pretje, want het gaat bijten. Dus ik hou op met deze take. Godverdomme, mijn hele reet onder de benzine in de brand als een gek, man. Shit. Zo beter? L'essence, l'essence dans mon cul. L'essence, pfff. Making money for good health. But first I